Oh my god! Oh my god! Halloween is over, maar ik schrik me hier echt dood van, man. Yo, dames en heren, super dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video op mijn kanaal Gamester Jongens. En vandaag heb ik iets heel speciaals voor jullie. Ik kom namelijk in een random solo potje gewoon de nieuwe gun tegen, de Harpoon Gun. Super sick, echt letterlijk in dat potje was de game geüpdate. Kwam die gun erin en waren alle Halloween dingetjes eruit. Dus ben je natuurlijk benieuwd wat dat wapen doet? Check dan deze video natuurlijk. Smash dan vast op die like knop als je hyped bent voor deze gun, jongens. En meer dan 50% is helaas niet geabonneerd op mijn kanaal die mijn video's kijkt. Dus als je het leuk vindt om mijn video's te kijken, abonneer dan super graag. Dat zou super ziek zijn. Het is kleine moeite en het helpt me echt super enorm ermee. Dus jongens, ben je hyped voor de gun? Ik wel in ieder geval. Ik zou zeggen, check de video. Let's get it. Zo, mensen zijn natuurlijk in het potje aangekomen. En we gaan natuurlijk naar Misty Meadows. Ik moest even op de naam komen. Ik moet het altijd zien. Ik ken die steden nog niet allemaal heel goed uit mijn hoofd. Maar jongens, we gaan natuurlijk lekker naar Misty Meadows. Misty of Meisty. Meisty, denk ik dat het zo heet. En ja, puur omdat de bussen een beetje overheen gingen, dacht ik dat dit wel een hele leuke plek was om te landen. Ik kom hier niet heel vaak, dus ik denk van, ja, een nieuwe plek. Waarom niet, zou ik maar zeggen. Alright, oké, dus er gaan sowieso mensen mee. Oké, dat is in ieder geval chill om te weten natuurlijk, dat we niet al in ons up hier zitten. Volgens mij kunnen we hier fucking veel loot vangen. Dus ik denk dat we ook gewoon zo snel mogelijk alle plekjes een beetje langs moeten gaan. Maar natuurlijk ook het belangrijkste, de killetjes oppakken. We hebben lekkere minis, jongens. Minis zijn echt goals. Gewoon, als je die al in je eerste kist krijgt, denk dat dit wel echt een heel goed potje wordt, jongens. Oh my god. Oh, wacht, trouwens, jongens. Hè? We hebben toch de ghoul troep aan. Dan moet ik eigenlijk ook wel... Oh, ik doe even dingen fout. Mijn background light in de ghoul troepen team doen. Ik hoop dat jullie het goed kunnen zien. Maar natuurlijk, ik heb altijd een beetje LED-verlichting. Laten we dat gewoon ook even op de ghoul trooper stand zetten. Hier, kijk zo. Beetje dat turquoise sfeertje, jongens. Daar moet toch helemaal goed komen, jongens. Let's go. Alright, genoeg gejankt. Laten we maar dit potje even klappen als de fuck. We hebben in ieder geval een blauw tech, jongens. Oh my god. Oh my god, gast. Deze fucking game is insane. Oké, wacht. Die doen we hier zo meteen. Ai, let's go, man. Ja, nu ik wel full shield ben, ben ik wel eigenlijk heel erg vol van mezelf. En denk dat ik gewoon iedereen moet gaan pushen. Fuck it, we gaan het ook gewoon doen. Scheid aan alle loot wat ik hier kan vinden, jongens. Als ik maar iets van mensen nog bij krijg, zal het wel fijn zijn. We gaan gewoon iedereen pushen, jongens. Oké, het is zo kut om kisten achter te laten, jongens. Maar ja, ik wil kills, man. Ik wil kills. Oké, ik zie daar een guy lopen. Oh my god, hij had een sniper. Dat was ik niet vergeten. Holy shit, man. Die guy was heel snel weg, maar hij had me bijna nog gesniped, hè, besef. Alright, is kills binnen, jongens. Allemaal medals in mijn beeld. Ik word bijna doof van die dingen altijd. Oké, er zitten sowieso nog meer mensen hier. 100%. Oh my god, oké, heel veel medals. Ik word daar een beetje bang van. Hoppakee, nice loot. Is er binnen? Oké, waar zit sowieso dat er nog hier mensen zitten, toch? Dat moet wel. Hallo, enemies. Ik ben jullie lieve vriend, de ghoul trooper. Ik wil wel even een taartje met jullie eten als jullie dat willen. Ik zit vast. Oké, nice. Dat ging heel soepel. Ja, sowieso dat er nog iemand hier rondspookt. Ik weet het zeker. Ja, ik hoor hem al. Je let op deze noscope. Oh, jammer. Ga je het doen? Ga je het doen? Jammer. Woehoe! Editing's on point, vriend. Huppakee. Hup, pop, pop, pop. Hakken we dit even weg? Huppakee. Gantje. Toch aan deze kant? Ho, dat is niet lief. Hakken we dit even weg? Oh, ik heb geen match meer. Oh, vandaar. Oké, dat is niet leuk. Bro, ga je pushen of niet? Let's go, let's get it, man. Oké, het was een best wel een awkward fight aangezien ik zeg maar geen match meer had. Maar dat wist ik allemaal. Oké, jongens, alsjeblieft geen comments overlaten, oké? Ik ben soms gewoon niet zo slim bezig. Nee, geintje, jongens. Is dat... Oh, dat is een enemy, let op deze snipe. Oh my god. Oh my god, fuck, ik moet hem raken. Wat is die gast aan het doen? Oh my god, ik moet naar hem toe. Ik moet naar hem toe. Fuck, ouwe. Die knaap is echt insane ver, man. Holy shit. Oké, ik kon hem helaas niet snipen, aangezien ik niet zo goed ben natuurlijk. Maar is die kerel daar nog steeds? Ik hoop het wel, man. Ik maak gewoon zo'n boot hier. Volgens mij spant hier toch ergens een boot. Ja, daar. Oh, nice. Chill. Waar is onze lieve ghoultroepertje? Oh shit, hij zit daar. Oh my god, dat had ik niet eens gezien. Oké, gaan pushen. Let op. Dan gaan we nu naar rechts. Zo. Hop. En dan gaan we naar links. Hop. En dan rechts. En dan weet hij niet meer. En dan gaan we dit doen. En hop. En dan cone. En dan hier. Cone. Hop. Editen. Headshot? Geen headshot, jammer weer. Waar is je gast? Hij gaat naar beneden. Deze guy, jongen. Komt u maar. Huh? Oh my god! Oh my god! Halloween is over, maar ik schrik me hier echt dood van, man. Wat? Hij zat gewoon in een plant. What the fuck, ouwe? Oh, geef me dat visje. Nice. Oh my god, ouwe. Die fucking guy.
Oké, ik neem trouwens die pistol mee. Die is heel sterk. Oh my god. Dat was trouwens een hele clean trap kill, by the way, nog. Maar holy shit. Het ging echt uit schrik meer dan uit skill, zou ik maar zeggen. Holy shit, gek. Holy shit, gek. Man, man, man. Die ghoul trooper zat gewoon in de plant. Ik had hem niet gezien. Ik denk van, hè? Hij is letterlijk deze kamer binnengekropen. Maar ik zie hem gewoon niet meer, weet je wel. What the fuck? Hop, saltootje. Oké, dit is een hele goede duik. Plons. Lekker, man. Oké, ik denk dat ik deze boot me even meeneem. Maakt wel tering voor herrie, maar ik moet even naar de zee zo snel gaan. Let's get it. Oh my god. Ik schrok me echt dood van die guy. Ik zweer het je. Mijn hart zat echt in mijn keel. Woe. Maar we hebben hem. Daar gaat het om, jongens. Oké, ga ook even naar die waterval daar. Want dan krijg je shield van. Dat is een super chill plek, jongens. Oké, ik word natuurlijk weer dood van die boot. Want ik hoor helemaal niks meer. Oké, let's go. Gooi die boot daarheen. Huppakee. Oké, jongens. Voor de mensen die waarschijnlijk weten, iedereen van jullie het. Maar als je hier gaat zitten, heb je toch even lekker gratis shield wat erbij komt te slurpen, hè? Oké, als ik zo blijf zitten, kan ik letterlijk mensen nog spotten. Ik hoop niet dat iemand mij snijdt. Dat zou heel grappig zijn. Oh, laat ik even de waterval snijpen. Pink! Ben je weg, weet je wel? Oké, wacht even. Oké, dit is gewoon gratis full shield, jongens. Dus why not? Iemand, oké, en full shield. Oké, ik schrok me dood. Ik hoor mensen. Let's go. We want some kills. We got some kills. Oké, let's get it. We gaan er gewoon voor. Let's get it. Dan moeten we hier omhoog. Hop. Lekker soepel bouwen. Wat kogels. Ja, dit is chill, man. Nu dat we full shield zijn, zijn we hier de shit natuurlijk. Dus we kunnen weer even heerlijk mensen gaan pushen. Dank u. Waar was die fight? Ik denk ergens hier, sowieso. Eigenlijk zou ik iemand wel liefst willen snipen eerst. Hoe gaan we hier opkomen? Zo, natuurlijk, want we zijn natuurlijk zo goed. Holy shit. Wow. Slim, jongens. Smart place. Ik zit even te twijfelen. Oké, ik hoor. Nice. He, dat moest ik even hebben. Oh, ik heb een pistol. Ik dacht dat ik die AR had. Ik had hem ingedrukt. Lol. Kijk, jongens. Oh, kijk, let op deze tactiek. Lekker op de buis. Alles pluis. Oh my god. Hey, we kregen gratis shields erbij allebei. Yeet. Let's go. Got him. Let's get him, man. Oké, hij heeft een paar stack. Oh, dat is zo chill. Pistol weg. Scar. Nee. Oké, ik neem die grote pot in. Fuck it. Oké, ik moet het even een beetje opschieten, want daar is letterlijk de safe zone. Oké, kom op, snel, huppakee. Oh my god, een normale RPG. Wacht, is letterlijk die... Nou, bruh, ouwe, letterlijk. Ik maak geen grap, jongens. Het vorige potje wat ik speelde, had ik nog een pumpkin RPG. Ik zweer het je. Ik zit een beetje rond te huppelen. Huppity, hoppity, hey. Ik weet niet, maar waar is iedereen? Hallo? Jongens? Hallo? Ik ga gewoon naar die airdrop toe. Misschien komt daar wel iemand op af. Ja, daar is sowieso een huisje naast. Dat huis is trouwens, denk ik, geloot. Oh nee, die muur hoort zo. Oké, laat maar. Prankje. Alrighty then. Enemies. En ik ga me zo meteen echt verrot schrikken, jongen. Het is zo stil dat er gewoon niemand in de buurt is of zo. Dat je opeens een schot hoort en je helemaal in je broek pist. Sowieso. Oké, ik ga gewoon op die airdrop schieten. Misschien komt daar iemand wel een beetje op af op die schoten. Sowieso dat er iemand op afkomt. Oké, snel even inbouwen. Je weet maar nooit. Straks wordt ik vol gesniped of zo. Huppakee. Oeh, nice. Aug. Ja, ik neem die mee. Ik weet niet. Scar of Aug. What the fuck? Een harpoon gun. Een harpoon gun. Yo, what the fuck is dit, jongens? Is dit een nieuwe gun? Huh? Ik heb niet eens... Wat? Oh my god. Ik krijg gewoon per ongeluk een nieuw wapen. Wat? Dit zat er toch niet in? Of ben ik nou lijp? Nee, dat kan niet. Dit kan niet, jongens. Ik heb gewoon een nieuwe gun. Oh my god. Wat een fucking... Hoe kan dit? Hoe toevallig is dit, man? Ik zweer het je. Letterlijk in dit potje... Ik maak geen grapje. Is dit wapen gewoon erin gekomen? Dat moet wel. Want de Halloween shit is over op een of andere manier gelijk. En ik heb een nieuw gun. Maar ik weet niet wat voor wapen... Wacht, ik moet er één schot mee doen. Oh my god, oké. Oh, huh? Wacht. Trekt dit een enemy naar je toe? Ik weet niet wat ik ding doe. Ik hou wel mijn ammo trouwens. What the fuck is dit voor wapen? Oh my god, wat is dit? Oh my god, what the fuck, ouwe. Ik open een airdrop, ik krijg een nieuw ding eruit. Oké, waar zijn de enemies? Oh, ik zie daar iemand. Oké, wacht, ik moet hem snipen. Ah, fuck, hij heeft me gezien. Ik weet niet wat voor wapen dit is, boys. Ik weet niet wat dat ding doet. Straks zit ik op iemand te schieten en haalt het ding naar... Hoe hebben ze het? Ik word eens een keer liggen. Dat dus. Straks schiet ik op iemand, haal ik hem naar me toe en wanpumpt hij mij volledig, weet je wel. Oh my god, ik weet niet wat het ding is, maar ik wil het echt gewoon testen, gewoon. Oké, wacht. Ik wil... Als hij piekt, dan ga ik met dit ding schieten. Dit ding is wel echt goud, man. Ping! Bro, echt iedereen... Ik snap echt niet wat al die enemies aan het doen zijn.
Bro, piek. Oh, daar zit ook iemand. Hij wordt ge... Oké, 16 damage. Oké, alright, alright, alright. Hij heeft ook een sniper. Ik ga een beetje daar naartoe bonjouren. Let's go. Ik moet die harpoon gun testen, man. Ik ben echt benieuwd wat dit ding doet. Oh, ik kom er niet heel soepel langs. Oké. Harpoon gun, doe je ding. Oh yeah, je trekt een enemy naar je toe. Oh my god, het is echt een... Oh my god, veel fall damage. Heel veel minis innemen. Oké. Okay. Oh my god. Ik wil die harpoon gun echt testen, man. Oh my god, jongens. Hoe heb ik dit überhaupt overleefd? Even serieus. Oh my god, wat is dat? Geen match meer, boys. Ik heb geen match meer. Oh, wat kut. Oh my god, hoe ga ik dit doen? Let's go. Kom op. Fuck it. Oh my god. We hebben match, jongens. We hebben eindelijk match. Grote pot innemen. Ik wil die harpoon gun testen, man. Oké, okay, final guy. Ik moet tegen nog... Oh, nice. Hij heeft net iemand gekillt. Oh, shit. Oké. Okay. Alright. Harpoon gun. Harpoon gun. Oh! Oké, okay, kom op, Dylan. You got this, bro. Ik weet niet hoeveel range dit ding heeft, trouwens. Oké, okay, als ik iemand hit of zo, dan gaat er wel een kogel vanaf, zo te zien. Ik wil hem testen. Ik wil hem testen. Ik wil echt... Zien wat dit ding doet. Oh my god. Ik durf niet zo hoog te bouwen trouwens. Dit bedoel ik. Oh my god. Oké, okay, even hier schuilen. Oké, okay, ik... Ik kan niet hem pushen omdat hij fucking RPG heeft. Dat is één ding. Oké, okay, ik moet naar hem toe. Ik wil die harpoon gun testen. Maar ik weet niet wat dit ding doet, hè, jongens. Straks ga ik gewoon dood door of zo. Ik denk dat ik hem er vanaf kan tillen. Of trekken, zeg maar. Gewoon zo, hop. En hij kan er gewoon vanaf vallen. Oké, okay, hij zit fucking hoog of niet? Zit hij daar nog steeds? Oké, okay, ik heb... Waarom gebeurt er niks met dit wapen? Wat is dit voor ding?
Ik snap er niks van. Oh, het doet het. Oké, het doet damage. Het doet damage. Oh, fuck. Woe! Weinig HP, boys. Oké, we zitten safe. Alrighty then. Alrighty, alrighty, alrighty. Kut safe zone. Wat is dit? Oh my god, oké. Weinig mats. Weinig HP. Deze guy heeft waarschijnlijk alles wat ik letterlijk niet heb. Zit hij nou op mij? Hij zit daarboven nog. Oké. Fuck deze guy, man. Als ik deze nog win... hebben we geen mats meer. Edit het gewoon, gast. Jammer, GG. Oh, fuck, ouwe. Kijk, het kut is gewoon geen match. Alles had niet mee, maar die harpoon gun. What the fuck, ouwe. Ik kreeg op een of andere manier gewoon een nieuw wapen erin, man. What the fuck. Oké, jongens. Holy shit, ouwe. Nou, GG voor deze guy. GG, ik kon helaas niks tegen hem doen. Hij had RPG, HP, match, alles, zeg maar. Dus dat was wel jammer, maar GG. Jongens, hopelijk vond je deze video leuk. Jongens, ik vraag jullie super hard om op die like-knop te rammen natuurlijk. Als je deze video leuk vond. En natuurlijk die duimpjes omhoog voor de nieuwe Harpoon Gun. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zeg ik tot de volgende keer. En ik ben trouwens weer dagelijks aan het uploaden. Dus ik ga natuurlijk elke dag een video uploaden. En morgen om 6:30 precies upload ik altijd een video. Dus ik zeg tot morgen jongens om 6:30 bij een gloednieuwe video. Later mensen.